lang ziet hij tegen alles op. Heel zijn leven bang. Hij heeft een meisje en die houdt hem overeind. Hij voelt zich gezegend als ze bij elkaar zijn. Zijn ouders weten niet eens dit gevoel van hem. Te weinig tijd, want er wordt nu geen tijd besteed aan hem. Heeft het leven dat velen zouden vermijden. Elk weekend drugs naar de tyfus met zijn meisje. Het uiterlijk, nee dat wordt terecht niet beter op. Zijn vrouwtje gaat kapot, elke dag maar weer die methadon. Labiele toestand, zou zeggen dat ze dom zijn. Het fokt ze op, straks vind je ze langs de spoorlijn. Soms hebben ze ruzie, de spullen vliegen door de kamer. Soms is het fijn met een spuit in hun ader. Vroeger was zij een vriend, ben nu een onbekende. Hij kan mij niet herkennen, want die troep fokt met zijn hersens. Jij moet letten op hetgene dat gebeuren gaat. Schulden lopen op totdat je met je meisje loopt op straat. Is dat het waard of geef je niks meer om waarde? Vroeger was je slimmer, dacht ik dat je het zou maken. Maar niks is minder waar, niet het perfecte plaatje. Alleen zij die nog om je geeft, want je moeder haat je. Je vader, die wil niet eens meer met je praten. Ze stonden altijd klaar, maar jij wilde het toen laten. Je meisje fokt haar school op, en dat is jouw fout. Want zij is blind voor de drugs, omdat ze nu van jou houdt. Littekens op haar polsen, ze blijkt ook te snijden. En in de klas wordt ze uitgelachen door die meiden. Maar ze is een heet hoofd waar niemand overheen loopt. De druppel doet de emmer overlopen, ze geeft geen stoot. Ze kan vertrekken op haar school, niet meer welkom. De wereld die voor haar een grotere hel wordt. Met een joint in haar hand. Hey. Daar zit hij dan en geen werk. En elke dag op de bank. En haar moeder wil haar helpen. Maar ze wil niet hetzelfde. Alleen met hem zijn, want dat is wat ze wil. Dat vindt ze fijn, dus is ze maar stil. En haar moeder ziet hoe haar leven voorbij gaat. Ze heeft niet door hoe het leven voorbij raast. En alles wat mooi was, raakt ze kwijt. Ze leeft, maar geen realiteit. En hij heeft hetzelfde, alleen hulp van kliniek zou hem helpen. Of komt hulp te laat inderdaad? Gaat dit zo door, zal hij niet lang meer staan? Hey.